Laat Feyenoord maar zo snel mogelijk toch dat doelpunt maken. Maar dat zullen ze zelf ook willen. Kuksu in de middencirkel aan de bal. Die gaat vooruit. In één keer naar Gimenez, naar Boujoude. Dan even terug naar Hansko. Hansko naar de linkerkant, naar Idrissi. Idrissi die zal naar binnen toe gaan. Gaat de voorzet geven. Idrissi, goede bal! Idrissi! Ja! Het is Oussama Idrissi met een verdwaalde voorzet. Die binnenbal bij de tweede paal. En de Kuip ontploft. Want Feyenoord komt op 1-0. Wat een verlossing. Wat een bevrijding in de Kuip. Met die verdwaalde voorzet van Idrissi. Die door alles en iedereen gemist en eindelijk binnenvalt bij de tweede paal. De ontlading is ontzettend groot hier in de Kuip, want Feyenoord komt in de slotfase op een 1-0 voorsprong. Waarschijnlijk schampt Danilo die bal nog met het hoofd. Daar moeten we echt met onze neus op het scherm zitten. Of dat daadwerkelijk zo is. Of dat niemand hem nog aanraakt van Idrissi. Ik moet heel eerlijk zijn. Ja, voor Danilo zal het vast heel belangrijk zijn. Want die is de topscorer van Feyenoord dan weer in zijn eentje. Maar mij maakt het niet uit wie van de tweeën maakt. Ik ben heel blij dat hij valt.